Dit experiment speelt zich af in een wachtkamer. Maar niet zomaar een wachtkamer. We hebben de hele ruimte omgebouwd en volgehangen met verborgen camera's. Ik heb een groep vrijwilligers uitgenodigd en gevraagd om mij te helpen bij dit experiment. Zij zijn mijn handlangers. Hier arriveert onze eerste, nietsvermoedende proefpersoon die ik ga proberen te conditioneren. Let op, dit meisje weet niks af van onze verborgen camera's. En dan is het tijd voor de test. Kijk goed wat er gebeurt. Mijn handlangers hebben de instructie gekregen om elke keer als ze het belletje horen te gaan staan. Het doel is om mijn proefpersoon ook op te laten staan, zonder dat ze weet waarom. Wat zou jij doen als je de enige in de ruimte bent die niet meedoet met de groep? Zou je blijven zitten? Of je toch aanpassen? Het is gelukt. Om de koppeling tussen het belletje en het opstaan te versterken, blijven we dit patroon herhalen. En dan is het tijd voor stap 2. Mevrouw van Soest, u bent aan de beurt. Eén voor één laat ik mijn handlangers de wachtkamer verlaten. Ondanks dat de groep steeds kleiner wordt, blijft onze proefpersoon netjes opstaan. En als iedereen weg is, is het moment van de waarheid aangebroken. Zou ze nog steeds opstaan nu ze in haar eentje is overgebleven? De conditionering is gelukt. Mijn proefpersoon blijft braaf opstaan, ook al heeft ze geen idee waarom. Voor de laatste stap stuur ik een nieuw proefpersoon de wachtkamer in. Ook zij weet van niks. Zou het eerste meisje haar nieuw aangeleerde gedrag ook op anderen overdragen? Ik ben heel erg opstaan, dat is het hele laatste. Langzaam vullen we de wachtkamer met nieuwe, nietsvermoedende mensen. Bedenk goed, dit is een compleet andere groep dan waar we mee begonnen. En toch staat iedereen op zodra ze het belletje horen. Hun gedrag is geconditioneerd. Tijd om uitleg te geven. Niet schrikken, jullie zitten in een experiment van Mindfuck. Overal hier hangen verborgen camera's. Ik heb u namelijk geprobeerd te conditioneren. Ik kwam hier binnen en ging iedereen opeens staan. Dus ik dacht, nou ja, ga ik ook maar staan. Nou ja, ik was gewoon heel snel heel teleurgesteld in mezelf dat ik zo makkelijk meeging met hun. Ik had ook zoiets van,
Ja, naar wie luisteren die dan? Want er is hier niks, er is hier niemand. Dus jullie doen gewoon iets wat zomaar uit het niets komt. Ja, en ik heb het ook gedaan. In 1 seconde. Ik ging gewoon omhoog. Ik ging zelfs gewoon op mijn boekje ging ik opstaan. Ik ging gewoon verder lezen. En of ik ging gewoon verder kijken in mijn blad. En ik ging weer zitten. Het ging heel automatisch op een gegeven moment. Heel automatisch. Het was wel een beetje gek, ja. Het was wel echt een beetje gek.